elke keer als ik zo kom met die lichtjes in je schoenen, dan zie ik hem. Daar is hem, Skelton Willems. Skelton, alle tijd op een stokje. De laatste momenten zijn aangebroken. Hoe kijk je terug op jouw jaar? Ik ga mijn best doen niet om te beginnen weer, want het is een heel emotionele avond voor mij. Ik heb een heel mooi jaar gehad. Het is een, zowel achter de schermen als voor de schermen heel bewegelijk geweest. Daar bent u vast de meest getuige van. Ik kijk ook terug naar heel veel deuren die zijn opengegaan, heel veel mooie momenten, heel veel mensen die ik heb leren kennen. Vooral de mensen die ik heb leren kennen, liggen mij enorm aan het hart. Zowel de vrijwilligers van Mr. Gay Belgium, die mij allemaal heel erg aan het hart zijn liggen. En dan u en Ivan, die mij ook altijd uiteraard inderdaad hebben bijgestaan. Waarvoor dank voor deze mooie jaar en alle kansen die jullie mij geboden hebben. De leukste dingen dit jaar die ik heb meegemaakt is toch wel zelf in een jury zitten en kijken hoe dat de andere kant moet gebeuren. De premières die ik mee allemaal heb afgeschermd. De afterparties die we ook hebben gedaan, die ook niet altijd even slecht waren natuurlijk. En voor de rest ja, wil ik gewoon alle mensen bedanken die hebben geloofd in mij en hebben gesteund in mijn campagne. En meer wil ik daar eigenlijk niet over kwijt, want het was een prachtig jaar. Nu gaat er een deur dicht, maar dan gaan twee deuren weer open.